gezellig. Het is... Video. Vandaag ben ik weer met Lisa. Vorige video was ik ook met Lisa. Toen deden we de Most Likely Tag. Ja, die deden we toen. En vandaag hebben we iets heel leuks. We gaan namelijk snoepjes proeven. Ik heb namelijk van de... Hoe zeg je het eigenlijk? Jamin volgens mij. Jamin. Ik heb van de Jamin snoep opgestuurd gekregen. Of er zit echt van alles in. En nou, ik ga jullie uitleggen wat de bedoeling is. Ik heb namelijk hier een handdoekje. We zitten echt heel dicht bij elkaar, maar het maakt niet uit. En die ga ik om Lisa haar ogen zo doen, zodat ze niks meer kan zien. Want ik heb 4 producten gekregen en anders wordt de video een beetje kort. Dus ik dacht, nou, ze moet een beetje raden wat het is, wat ze proeft, welke smaak het heeft. En of het lekker is natuurlijk. Dus Lisa gaat die blinddoek omdoen, want ik heb al gezien wat erin zit. En ja, zo gaan we het eigenlijk doen. Ik laat de doos wel even zien. Het is... Daar ging de beker. Ik heb deze beker gekregen. Superleuk. Dit is een ananas. Hier ga ik echt zoveel chocomelk in doen met slagroom. Echt zoveel zin in. In ieder geval, die kunnen we niet gaan proeven. Dus die ga ik niet gebruiken. Ik heb... Oké, wij komen niet meer op beeld. Deze doos. En die zit... Daar zitten 4 dingen in. Oh, mag natuurlijk niet kijken. Oké. Ik ga Lisa haar blinddoek omdoen. En dan gaan we gewoon gelijk beginnen met de video. Dus doe zeker even een duimpje omhoog. En abonneer je eventjes op mijn kanaal, want elke zondag komt een video online en ook een weekvlog komt eraan. Mijn camera komt gewoon binnen. Dus we gaan gewoon snel beginnen. Ik ga beginnen met het eerste, ja, het is niet echt een snoepje. Oh, nu verraad ik het al, maakt niet uit. Het is dit. En ik ga er niks over zeggen, want ik wil nu allemaal dingen zeggen, maar dat ga ik niet doen, want dan raadt Lisa het. Dus ik ga het openmaken en ik ga het aan Lisa geven. Oh. Oké, nu komt ie. Eeuw! Oh, popcorn! Ja, oké, wat proef je? Ik ga het ook proeven. Mag ik ook kijken? Ja. Het is heel zout of zo. Het is de sweet chili cheese popcorn with Tabasco. Heet. Heet. Het is heel lekker, maar dan komt er die hele pittige smaak. Ja. Het is ook lekker popcorn, maar dan heb ik nu weer zo'n branderig gevoel. Heel, moet je meer eten. Ja. Het smaakt naar popcorn, zoute popcorn en dan heeft het een heet smaakje met die hete saus van de lumpia's. Ja. Daar smaakt het. Ja, het is wel, die popcorn is heel lekker zout. Ik hou op zich wel van zoute popcorn, maar... Maar het is sweet. Ja, maar het brandt een beetje op mijn tong. Maar het is toch zout, niet zoet? Nu is dat sweet. Oh, dat weet ik niet. Ja, ik proef zout. Ik proef geen zoet. Vind je het lekker? Ik vind het wel lekker, maar ik hoef geen hele zak van al te eten. Ik vind het niet lekker. Ik hou echt niet van pittig. Nou, dit was het eerste en we gaan door naar het volgende. En dit heeft iets meer handen nodig. Laat ik het zo zeggen. Het zit ook helemaal ingepakt. Dit gaan we proeven. Ik ga er zo weer dingen over zeggen. Ik ga het nu eerst met Lisa opeten. Wacht even hoor. Oké, het ziet er wel heel cool uit. Oh, ik ben heel benieuwd of je het kan zien. Ik ga het straks even close-up in de camera doen. En hiervoor hebben we onze vinger nodig. Oh, moet ik mijn vinger geven? Ja. Oh, kan dat? Ja. Okay. Huh? Moet ik het nou met mijn mond doen? Ja, ik ga het ook doen. Oh, dit ziet er zo goed uit. Oh. Ja. Ja, dit is gewoon een soort... Het smaakt een beetje naar chocopasta. Mag ik kijken? Ja. Het smaakt een beetje naar chocopasta. Ja, zie je? Ja. Het is chocopasta, maar dan met M&M's erin. Deze is heel lekker. Ja, dit is echt super lekker. Ik denk echt dat het super lekker is op een... Een cracker of zo. Ja, ook wel gewoon op een broodje eigenlijk, denk ik. Pieces M&M's. Oh, de nieuwe Bigger Jar. Ik heb dus de grote. Oh. Maar echt, dit ziet er echt super lekker uit. En het is ook lekker. Het ruikt wel vies. Ja, ja. Het ruikt niet lekker. Maar het is heel lekker. Dus deze is geslaagd. Oké, next. Waar is mijn dop? Die is kwijt. Oké. Het volgende is dit. Hier ben ik super benieuwd naar. Ik wou gewoon bijna weer zeggen wat het is, hè. Kijk, ik ga het nu openmaken. En ik ben heel benieuwd waar het naar smaakt. Zo, moet je een keer ruiken, hè. Oh, heel zoet. Heel zoet. Oh, echt zo'n bubbelgum. Oké, dit is hem. Nou, een koekje. Wat voor een koekje? Denk je ongeveer? Mm. Oh, wat smaakt het nou na? Mm. En ik kom er bijna op. Kun je het beschrijven? Zo'n liga en dan aan de buitenkant zit zo'n beschuitlaagje en aan de binnenkant zit zo'n... Een liga? Ja, hoe noem je dat ook alweer? Welke kleur? Een roze. Maar dan heb je aan de binnenkant heb je dan dat spul en aan de buitenkant zit zo'n beschuitlaagje omheen. Dat smaakt het naar zo'n liga. Het smaakt naar liga. Oh, ik weet al wat jij bedoelt, ja. Ja, mag ik kijken? Ja, het is geen liga. Het is Oreo. Oh. Hier, ik wil het proeven. Maar wat zit erin? Even kijken. Ja, ik dacht nog wel wat. Ice cream flavor. Maar wat is ice cream flavor? Oh, de smaak van ijsje. Nou, ik zat er wel heel wat te denken aan Oreo, maar toen vond ik het toch meer dat binnenste. Dat smaakt naar dat liga koekje. Dat gekleurde. Ja. Ze maakt helemaal niet naar Oreo. Nee. Er zit ook weer iets scherps in of zo. Beetje, ja. Een klein beetje. Ja. Maar ik vind het op zich wel lekker hoor. Ja. Wel lekker dat roze aan de binnenkant is wel lekker. Niet te veel voor eten, dan word je echt misselijk. Ja. Het heeft echt een beetje een scherp. Ja hè. Ik had nog de gewone, want ik wou hem vergelijken. Oh ja. Maar ja. Ja, dit is gewoon echt Oreo. Dit is wel echt lekker. Veel lekkerder, vind ik. Ik ook. Ik vind dit wel lekkerder inderdaad. Maar het was wel een goeie, toch? Wat vind je het lekkerst tot nu toe? De chocopasta, denk ik. Maar dan vind ik, dat is echt lekker, denk ik. Gewoon een broodje of zo, gewoon een cracker. Nu krijg je zulke zwartstanden. Oh, nee. Oké, en dit is alweer het laatste. Ik heb namelijk dit gekregen. En hier ben ik ook wel heel benieuwd naar. En ja, laten we het gewoon doen. Oké, wat ruikt het dan? Heel zoet. Maar ik weet je kan het echt wel ruiken waar het aan ruikt. Maar ja, het komt me heel bekend voor. Zou ik de smaak alvast zeggen? Ja. Watermeloen. Ja. Komt-ie. Kauwgom. Ja. En wat voor soort? Weet je wel, zo'n bubbelgum. Ja, zo'n bubbelisje. Ja. Oh, maar het is een roze. Ja? Ik dacht dat hij groen was. Echt? Ja. En wel lekker wel. Oh, deze is echt lekker. Ja. En de gewone ook heel lekker, maar deze vind ik ook heel lekker. Ja, die watermeloen is wel goed. Oh, dat is echt zo gewoon dik. Zo'n kauwgom. Oké, wat vind je het lekkerst? Ik denk ook, ja, ik zou zelfs voor de chocopasta gaan. Maar op zich, deze vind ik ook wel, als je die een keer neemt. Ja, dit vind ik de beste, denk ik. Zitten we, hè, met kauwgom. Nou, cadeautje voor Lisa. Mag je hebben? Ja. Bedankt voor het kijken. Jamin, ook heel erg bedankt voor het opsturen van deze producten. Ik vond het leuk om te testen. Ik ook. En ga vooral naar de winkel om de watermeloen. En de pasta. Ja, sowieso. Echt, ja. Dus heel erg bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog. En we gaan voor de... Hoeveel duimpjes omhoog? 100. Oké, we gaan voor de 100 duimpjes omhoog. Ja. En als dat is behaald, wat gaan we dan doen? Dat gaan we nog bedenken. Oké, tot de volgende video. Doei.